We gaan nu iets doen met datgene waar Van Gogh beroemd mee geworden is. Vroeger maakten de schilders, het was keurig beschreven hoe je moest schilderen. Dat het allemaal precies moest lijken en dat de kleuren niet te vrolijk moesten zijn. Want we zitten hier in Nederland en hebben we vaak vroeger maar niks. Is op zijn eigen manier gaan schilderen. In het begin nog wel een beetje donker. En toen zat hij hier, logeerde hij hier vlakbij. Ja, in het Van Goghuis. Wat nu het Van Goghuis is, logeerde die. En dan trok hij het veengebied in om naar de mensen die daar werkten te kijken. En daar was het wel eens slecht weer. Ja, als hij dat wil betekenen, dan krijg je donkere schilderijen. Maar later is hij naar Frankrijk vertrokken, waar het altijd zonnig is en waar het hele kleurige bloemen zijn. Toen dacht hij van, ik trek me niks aan van wat er moet en wat er hoort. Ik ga lekker schilderen zoals ik het mooi vind. Ja. Hij had ontzettend veel geel, wat 20 soorten ervan maken, dat Van Gogh er is geweest. Hè, 125 jaar geleden. Hebben we gedacht, nou dan gaan wij... Derya die kan heel goed schilderen, dat is zelfs de beroep. Even Van Gogh schreef ook heel veel, die heeft zo'n groot dik boek vol met brieven aan zijn broer geschreven. In een paar jaar tijd. En daar schreef hij allemaal over wat hij... En hij schreef ook nog wel mooi, hij schreef over wat voor soort schilderij hij maakte. Maar hij kon het ook heel mooi opschrijven. Dus, nou ja, echt bijna gaat denken dat je die broer bent als je dat leest. Hè? Alsof hij tegen jou heeft. Nou, ik heb van schrijven mijn beroep gemaakt. Ik schrijf boeken en zo. En hadden we gedacht, nou, dan moet Derya dus iets met schilderen gaan doen en ik moet iets met schrijven gaan doen. Dag Derya, die heeft ze net al aan jullie te vertellen, die haar ouders komen uit Turkije. Ze is er zelf ook net geboren. Er is één manier van schilderen die echt uit Turkije komt en die in Nederland bijna niemand kent. Dus jullie zijn zo meteen 11 van de heel weinig mensen in Nederland die dat ook kunnen. Ja, op de traditionele manier. Op de ouderwetse manier zoals ze dat daar al eeuwen doen. Ja. Waarom met handschoen? Omdat er bepaalde natuurlijke oliën in zitten die je niet op je hand moet hebben. Want het water moet op temperatuur zijn. Dit zijn de, zo zien ze eruit. En die moet je dus aanmaken met water en met dit olie. Ik heb te veel gepraat, zie ik. En dan is het water weer stil gaan staan. Want in het water zit zeewier en water. Die moet je weer mengen, want anders werkt het. Wat belangrijk is straks, de kleuren die je gebruikt mag je niet mengen met andere kleuren, want dan hebben wij een soepje van dat niet meer... Druppelen doen we zo, je pakt het, je vinger, en ga je met een heel voorzichtig slaande beweging, ga je tikjes van links naar rechts en van rechts naar links, zo. Oh, wow. Nu zie je nog niks, omdat de eerste druppel is. Zie je. Voordat je gebruikt, is het altijd belangrijk dat je even je potje goed vasthoudt, goed roeren, zodat de verf en het water en de olie weer vermengt. Dus alles moet gewoon in balans zijn voordat je iets doet.
Nou, dan gaan we weer tikkende beweging. Wauw, hé. Oh. Zie je dat je dan een andere... Heel ander perfect. Ja. Wauw, hé. Ja. Het is eigenlijk schilderen op. Je kan vormen meemaken. Dus maak ook zo... Zo. Wauw, hé. Als je met pinnetjes wil werken... Dan kun je bijvoorbeeld, is niet erg, maar als je continu hetzelfde doet, en hij is dan droog, altijd een stuk papier in je hand. Zo. Zie je dat? Ja. Je kan een hartje heel snel maken. Dan heb je een hartje. Wauw. Oh. Ja. Oh, wat een effect. Bij dit gaat erom dat je eigenlijk zo, van links, heel voorzichtig, wauw! Oh. Dat is mooi! Wauw, hé! Zo, dan heb je een heel ander soort effect weer. Wauw, je kan ermee spelen eigenlijk. Mooi. Kammen. Ja, ook kammen. Ja. Wauw, hé! En dan gaan we hem afdrukken eigenlijk. Zou ik graag zelf, jullie mogen het ook zelf doen, alleen nadeel is als er luchtbelletjes onderkomen, dan hebben we een lelijk effect. Dat gebeurt bij mij ook wel eens, maar minimaal. Hoe meer druppels je krijgt. Ja. Zo. Ja. Meester er eigenlijk. Ja. Nou.
Zie dat? Als je dat niet weghaalt, dan... Geen kan uit de kleren, hè? Dus... Hij gaat er ook uit in de was. Wanneer moet hij in de was? Uitoefenen. Goed de onderkant op. Ja. Oh, dit is ook echt mooi. Ja. Weet je wat? Als we nou eens een lied gaan maken over kleuren. Allemaal verschillende kleuren. Dat is een soort eerbetoon aan Van Gogh. Een lied over kleuren. Zou ik eerst even groot rood hier bovenaan? Rood. En bloed. Dan zegt Van Strudy, zei dat geloof ik, hè? Liefde. Maar, en wat is rood nog meer? Bloed, zeg jij, ja? En rood. Vuur. En rood. Vuur. Vuurrood, ja, dat kan ook. Roos. Roos, roos, ja. Die is ook rood. Die is ook rood. Ja, Lolly is ook rood. Rood is liefde. Liefde had ik al opgeschreven inderdaad, ja? Hallo. 1, 2, 3. Kom, we kiezen een kleur. Dat geeft mij